wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Ik heb hier een superleuk nieuw boek. Helden uit je kindertijd haken. Uitgegeven door Cosmos. Tekenfilmfiguren, culthelden en andere amigurumis. Gemaakt door Sophie Kirschbaum. Nou, ik herken er al een hele hoop op de voorkant. Zowel uit mijn eigen kindertijd, maar ook uit de kindertijd van mijn kids. En hier zie je er nog meer. Terug naar je jeugd. Haak nu zelf de populairste kinderhelden. Eenvoudige patronen van eigentijdse film en cultfiguren. Super cadeautjes voor verjaardagen, nostalgische momenten en meer. Kijk, leuk hè? Superleuk. Nou, uiteraard laat ik niet de patronen zien. Want er zit copyright op en het is veel te leuk als de schrijver daar ook gewoon haar geld voor krijgt. Doordat je het boek gaat kopen. Nou, hier zie je er al een aantal. Ik voorzichtig openen. Het zijn er wel heel erg veel. Leuk. Leuk, uit allerlei verschillende tijden. En hier nog meer. Ja, inderdaad, wie haak jij als eerst? Hele lastige keuze, want het zijn wel heel veel verschillende leuke patroontjes. Het voorwoord met een hele mooie foto. De basis. Leuk hoe ze dit hebben vormgegeven met al die foto's. Ik ga nu even voorzichtig openen. Ja, er staan allemaal haaksteken beschreven. Verminderen, meerdere, moeilijkheidsgraden enzovoort. Nou, de projecten. Ik heb een beetje weerkaatsing van mijn lamp. Ik heb een nieuwe lamp besteld, maar die moet nog binnenkomen. En dan hoop ik dat ik dit soort weerkaatsingen niet meer heb. Helden van nu. Voor kinderen van nu zijn deze figuren al echte helden. Peppa Pig. Ik ben 11 centimeter groot, dus ze zijn niet zo heel groot. Nog een leuke foto. Even kijken of ik iets beter kan met de... Ja, kijk. Met het licht. Leuk. Sneeuwpop uit Frozen. 18 centimeter groot, dus die is wat groter. Kijk, hier zie je hem nog een keer. Net van de andere kant. Leuk. 15 centimeter groot, als je natuurlijk hetzelfde garen gebruikt. Het merk garen wat er hier gebruikt wordt, dat ken ik niet. Maar je kan natuurlijk zelf ook je garens uitkiezen. Een eenhoorn. Leuk. Ah, Nemo, de clownvis. Of niet wat overslaan. Helden uit de jaren 80 en 90. Magische trio. Harry Potter. Oh. Met zijn vriendjes. JD. Ah, de kleine zeemeermin. Ze zijn zo ontzettend herkenbaar. De troetelbeertjes. Oh, daar was ik vroeger echt dol op, weet ik nog. De achterkant kan ik ook laten zien. Leuk, hè? De kleine heks. De kater. Mooi prinsesje. Huppelend beertje. Leuk.
De dappere astronaut uit Toy Story. Met wel hele leuke details. En er staan nog veel meer leuke foto's in. Onsterfelijke helden. Of ze nu groot of klein zijn, de figuurtjes uit dit hoofdstuk zullen altijd onze helden blijven. Nou, dat klopt wel. Mickey en Minnie. Heel veel foto's staan ertussen. Tweety. Donald en Katrien. Snoopy. Op zijn huisje. Dat kan niet missen. Ja, deze kan ook niet missen. Cookie Monster. Leuk, want Sesamstraat hebben ook mijn kids gekeken. En toen ik klein was, keek ik ook naar Sesamstraat. Ah. Oh, hele leuke details hebben ze ook gemaakt. De slimme muis. Nog een foto. De mol. Een smurf. Leuk met het staartje er ook bij. En Winnie de Pooh. Met Igor. Nou, we zitten inmiddels al op pagina 138. Dus het is een lekker dik boek. En dat was hem. Nou, andere tips van leuke haakboeken. De meeste hiervan heb ik ook gereviewd op mijn YouTube. Dus ga er gerust naar kijken. En dat was deze boekreview. Nou, ik hoop dat je het een leuke review vond. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik wil je weer super bedanken voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal, vind ik heel leuk. En een berichtje achterlaten of een duimpje omhoog vind ik ook super leuk. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.